Welkom bij de 10.1 Biocast. Hoofdstuk 10 bestaat uit een aantal paragrafen. De eerste, waarnemen en bijstellen. De tweede, kritische temperaturen. 10.3, cellen in bad. En 10.4, leven is regelen. En dat is gelijk het einde van hoofdstuk 10. Je hebt een grootheid en die heeft een bepaalde waarde. Kan temperatuur zijn, maar ook wat anders. En die wordt waargenomen door een receptor. Die geeft die waarde door aan het regelcentrum. Die vergelijkt het met de norm en blijkt het dat die te hoog is, vindt er negatieve feedback plaats en een effector, een spier of een klier, die gaat een effect teweeg brengen waardoor de waarde verandert. Maar het kan ook zijn dat de waarde die gemeten wordt te klein is. In dat geval vindt er ook weer negatieve feedback plaats, ook al staat er een plusje bij. En de effector die geeft er een effect waardoor de waarde in dit geval groter wordt. We kijken hier naar de lichaamstemperatuur. Het is 35 graden en dit is de kerntemperatuur. En het oranje-roze, dat is de schiltemperatuur. Weinig schil, veel kern. 20 graden, een heel andere situatie. De kerntemperatuur 37 graden is een veel kleiner gedeelte. En er is veel meer schil, 36 graden. Maar bij de benen zelfs 34 graden, de armen 32, verderop naar de benen 31 graden en zelfs bij de armen 28 graden Celsius. Je ziet dat bij hoge temperatuur lichaam hard moet werken om op temperatuur te blijven en niet te oververhitten. Hier heb je de norm, de horizontale lijn, de variatie is op de y-as afgegeven. De tijd en dan zie je dat die waarden steeds schommelen rond de norm. Geen vaste waarden dus, maar waarnemen en bijstellen. Dit was hem alweer, de 10.1 Biocast. Veel succes met studeren!